De overheid moet meer gaan investeren in de productiesector om zo de verdiencapaciteit van het land te vergroten. Dit haalde NPS-parlementariër Patricia Etnel gisteren in de Nationale Assemblée aan. Ze wees erop dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor het sociaal programma dan voor ondernemerschap. De natuurlijke hulpbronnen die Suriname heeft, biedt volgens het DNA-lid genoeg mogelijkheden om de verdiencapaciteit te vergroten. Wat we kunnen verdienen met dit land hoeft ons nergens te brengen, niet eens naar IMF. Maar het ligt aan leiderschap om de verdiencapaciteit van dit land te vergroten. En onze natuurlijke hulpbronnen zijn daar. Dit land kan veel verdienen. En daarom heb ik het ook helemaal afgekeurd toen de minister van Natuurlijke Hulpbronnen met een blaadje kwam en kwam vertellen wat energie ons opbrengt. Wij hebben meer dan dat nodig. En ik roep daarbij niet de regering op, maar het volk van Suriname. Stemt u op betere leiders. Stemt u op leiders die u beter kunnen geven. Want dat is wat we nodig hebben. En de grote man, die grote Surinamer die bij IMF werkt, heeft het mooi gezegd. We hebben geen geldproblemen. We hebben een leiderschapsprobleem. Etnel wordt in haar standpunt ondersteund door NPS-fractieleider Gregory Rusland. Hij wijst er echter op dat de huidige verhoging van de kasreserve met 5% een verkrapping is voor de banken om kredieten te verstrekken. Ik denk dat de regering dus dit punt moet gaan heroverwegen. Natuurlijk praten met de centrale bank en dergelijke. Want wat we willen hebben is juist dat we mogelijkheden creëren voor die productiesector om groter te gaan worden dan ze op dit moment. Dus ze moeten ruimte krijgen en één daarvan is de financiële ruimte die gecreëerd moet worden. We hebben gehoord over de prognose van onder andere het IMF over de 2,3% groei van die economie dit jaar. Wanneer je dit soort maatregelen toepast, moet je oppassen dat je niet daartegen bezig bent en dat die groei mogelijk ook niet is gehaald zou worden. Ik wil daarbij ook aansluiten bijvoorbeeld dat we hebben het PKF. Het PKF geeft ruimte voor, dacht ik, 2 miljoen SRD per bedrijf om een lening te nemen. 2 miljoen vandaag de dag is niets om een bedrijfsactiviteit te starten. Ik denk dat dat soort zaken bekeken moeten worden, nogmaals in het kader van het vergroten van de productie, de productiesector sterker maken, de verdiencapaciteit vergroten en daardoor natuurlijk dat het staat meer inkomsten heeft om te gaan werken onder andere op termijn naar stabilisatie van de koers. Ook andere DNA-leden vinden dat de regering de productie moet gaan stimuleren, zodat Suriname uit de crisis kan geraken.